Ik zit hier in de kelder van een bekende plek in Den Haag. En ik zit hier met... Taika van der Harst, van Amref Flying Doctors. Jullie hebben hier vandaag een belangrijke bijeenkomst. Kan je er iets over vertellen? Ja, we hebben een bijeenkomst, een diner, bij het paviljoen Doom van ROC Mondriaan. En we eten hier met de ambassadeurs die zich in gaan zetten voor de campagne Den Haag vliegt voor Amref Flying Doctors. Daarbij maken we ook bekend dat ROC Mondriaan ons gaat steunen in deze campagne. Dus het is een feestelijke bedoeling. En ik zit hier met een hele bekende icoon, zoals je het zelf altijd noemt. Jij bent nu ambassadeur van iets geworden? Ja, ik ben ambassadeur van Flying Doctors Zuid-Soedan. Met heel veel liefde, alle plezier. Het is een onwijs goed doel. En waarom? Omdat A, Den Haag doet wat voor een goed doel. Nou, ik ben Haagenees, dus dat zit in mijn hart. Dus dat vind ik altijd fijn als we dat doen. En niet te vergeten, het is voor kindertjes. En wat er met kindertjes gebeurt, is voor mij altijd heel belangrijk. Het is voor kindertjes daar zo. En wat ik ook belangrijk vind, is dat ze daar hun mensen opleiden om daar werk te gaan doen als arts. En wat ook niet heel onbelangrijk is, een keer heb ik een staaltje gezien van, in Trouw stond dat. Stond er een lijstje wat directeuren verdienen voor goede doelen. Nou, daar sla je staaf achterover. Flying Doctors komt er niet in voor. Meneer Tullet! Ze noemen me nou meneer Tullet! Wat moet je nou eigenlijk allemaal doen als ambassadeur van deze Flying Doctors? Zelf wat verzinnen. Dus ik denk met mijn eigen... Weet je wat we gaan doen? Ik ga proberen om ze zo gek te krijgen om de avondvierdaagse te lopen in Nijmegen. Oh nee, ze gaan avondvierdaagse. Dat is de ochtendvierdaagse. Dat is maar 40 kilometer in training voor de avondvierdaagse en de vierdaagse in Nijmegen. Wat moet je een check af en toe in ontvangst nemen? Weet je, van alles. Noem het maar op. Het kunnen de gekste dingen zijn. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat ik... Nogmaals, dat het heel concreet is wat je doet. Weet je, als ik een check in ontvang neem, dan gaat het ook echt naar die kinderen toe. Dan blijft er niks aan de strijkstok hangen. Dat is voor mij belangrijk. Nou ga ik een hele domme vraag stellen. Wat is Flying Doctors? Flying Doctors heet eigenlijk voluit Amref Flying Doctors. En het is een Afrikaanse gezondheidsorganisatie. We zijn, even nadenken, 59 jaar geleden begonnen als vliegende dokters in het oosten van Afrika. Ja. En we hebben nog steeds dokters die naar afgelegen gebieden gaan om mensen daar medische zorg te geven. Maar doen inmiddels veel meer. Ze zijn heel erg bezig met bijvoorbeeld het opleiden van gezondheidspersoneel in Afrika. En zou je er ook naartoe willen? Nou, sterker nog, ik ben toen vooruit de play met Troy Douglas voor Haagse Iconen naar Oeganda gegaan. En toen moest ik terug omdat ik het theater in moest. En zij zijn doorgegaan naar Zuid-Soedan. Nou vond ik Oeganda al heel erg, maar Zuid-Soedan schijnt nog erger te zijn. Ik heb daar dingen gezien. Ik ben geen journalist, ik ben een gevoelsmens. Waarvan ik nog wel eens denk van, jezus jongens, we leven anders. Was toen in 2010 geloof ik, dat dit nog kan voorkomen, weet je wel. Dat onwijs veel indruk gemaakt op mij. Onthoud even, als je de lens niet ziet, je hebt iemand voor je, voor je schouder, een haar of wat dan ook, dan sta je niet te foto. Dan gaan ze daar met z'n allen hier gezellig zitten eten. Hoe moeilijk is dat eigenlijk om dan aan te gaan zitten schuiven? Nou, helemaal niet. Omdat gewoon... we hebben een aantal ambassadeurs uitgenodigd. Er zijn jongens zoals een Dimi, jongens zoals een snowboarder. Heb ik er nooit van gehoord. Ja, dat leggen mij hoor. Maar het is wel leuk om die op die manier te leren kennen. Bovendien is dit het paviljoen van Mondriaan. Dus het kost weinig. Dus wat dat betreft heb ik daar geen moeite mee. Zie je Dimi toen niet? Nee. Maak wel een paar. Dus ja, ik kan dat wel. Nee, je hebt niet de helft nog. Hij doet het in tweeën. Nog één. Nog één, jongens, wat gezellig hè. Even kijken of iedereen er echt op. Ja? Nou, ik zie het niet als een baan hoor. Ik zie het gewoon als een liefdewerk en apapier. En met veel liefde doe ik het gewoon. Want dit is gewoon een heel goed doel.